Ballistic Brass. Gepresenteerd door Matthias Mechelsen en Adrie Berens. Ja, je bent maar net op tijd, hè? Zeker, maar veel wel, verschilt, maar wel mooi op tijd. Want jij had alles al klaargezet. Ik zei al, ik kan beter vaker te laat komen. Want je was zo rustig en alles stond al gewoon goed. Ja, en meestal als we samen zijn, dan praten we te veel en dan staat het allemaal verkeerd. Ja, dat is wel waar. Is het, denk ik. Nou, we kunnen wel gewoon de wisseltruc doen of zo, halverwege de uitzending. Nou, weet je, we gaan gewoon lekker door. Ah, is ook goed. We zijn er weer, een uurtje Ballistic Brass op deze dinsdag, de 1e van september. Op Loco FM natuurlijk. Ja, weer een uurtje vol muziek. Ook vol nieuwsberichten. Ik weet niet, heb je toevallig nog iets gehoord van Corso Vollenhoven? Nee. Niet geweest? Nee, ik heb wel wat dingen op Twitter teruggelezen, maar niet echt veel bijzonderheden gehoord. Wat ik in ieder geval wel heb teruggelezen is dat er volgens mij ook een foutje is gemaakt op Taptoes.nl, waar ik dan ook weer door een foutje heb gemaakt. Ja. Niet KTK Kampen die was, hè, maar het jachtkorps, ja, uit Kampen. Ja, maar ik vond het al zo vaag, want KTK was het vorig jaar volgens mij ook. Ik dacht van nou, meestal Vollenhoven kennen. Die nodigen bijna nooit twee keer achter elkaar hetzelfde korps uit. Maar het had gekund natuurlijk. Maar het is in ieder geval allemaal hersteld op Twitter volgens mij. Ze waren er vlug bij om het te herstellen. Maar dat in ieder geval. Natuurlijk ook de track van de week. Ik weet niet of je nog de stand van zaken hebt gezien. Nee, jij wel? Nee, niet meer sinds begin van deze week. Maar goed, dat is al zo'n tijd geleden. Ik ben wel benieuwd wat er ondertussen gebeurd is. www.ballisticbrass.nl. Nou, daar is behoorlijk gestemd, zeg. Zo. Dat kan je wel zeggen, ja. En ik, er zijn ook wel eentje duidelijk aan kop. Dat kan je ook duidelijk zeggen. Dat is zacht uitgedrukt volgens mij, wat je doet. Flink aan kop. Ik denk dat dit gewoon Dat hoor je niet, hè? Nee. Zacht uitgedrukt. Ja, het is radio, hè? Mensen thuis die zien niet dat jij een playback bent. Nee. Maar jij denkt dat er eentje gaat winnen? Ik denk het wel. We gaan het zien. Je kan nog stemmen in ieder geval. www.ballisticbrass.nl tot ongeveer de klok van 10:15. En voor die tijd hadden we nog niet gezegd, spreken we René nog. Dus in ieder geval genoeg te doen. We gaan beginnen met muziek. Een stuk mars uit Noorwegen. Ja, ik ga maar even niet de officiële titel uitspreken. Vind je het goed? Het is namelijk wat zei ik nou ook alweer? De eremars voor de kroonprins Olaf. Maar dan in het Noors. Oké. Okay. Dus. Oké. Okay. En dat spreek je in het Noors uit als? Ja, dan mag jij proberen. Hier staat het. Nou, dan laten we dat gewoon zitten. Oh, de fijn is het. Fijn. Okay. Ja. Het is fijn. Zie je dat? Ja, ik zie het. Een fijne geschiedenis. Wat wou ik nou even zeggen? Oh ja, de track van de week. We hebben wel gezegd dat je kunt stemmen. www.ballisticbrass.nl. Maar we hebben niet gezegd waarop je kan stemmen. En dat is natuurlijk wel even van belang. Amigo uit Leiden. Daar kan je op stemmen. En anders op de Wâldsang. Zeg ik dat goed? Ja, ja, volgens mij wel. Tenminste, ik check hem. Ja, dat klopt. En zie het gewoon even op www.ballisticbrass.nl. Daar staat het in ieder geval. Ja. Ja, en volgens mij volgende week, hè, dan is het zover dat wij ook een gast weer in ons midden hebben. Klopt. Hij heeft er al wel iets over getwitterd. We hebben het over Harry Hollander. Stichting Taptoe Oldenbroek heeft een concert voorbereid met de Luchtmachtkapel. En wel op 20 november in de kamphal in Wezep. Nou, de eerste aanmelding die is al binnen. Ik weet niet of je ervoor moet aanmelden om kaarten moet kopen. Dat gaan we natuurlijk volgende week allemaal vragen. Maar in ieder geval één reactie die daarop volgde met ik ben erbij. Dus of de Luchtkapel mag, die zal niet voor niks komen. Die zit nee, in ieder geval voor één. Ja. Absoluut. Nou, misschien moet ik er dan... Nee, ik weet niet, wanneer was het ook? Het 20 september. 20 november. Oh, dan kan ik. Het duurt nog hartstikke lang. Dat kan je nu alvast in de agenda zetten. Dan kan je er gewoon bij zijn. Ja. Maar volgende week, dan is hij, als het goed is, bij ons in de uitzending. En dan gaan we het spreekwoordelijke hemd van het lijf vragen. Zodat we alles weten. Ja, lijkt me een goed idee. En dan wordt er meer dus over bekend. Ja, hey, muziek? Ja, doe dat eerst maar. Ik heb straks nog een leuk weetje. Een leuk weetje. Leuk weetje. Of zakt dat mee? Dat doe ik tijdens René's. Ja, dat kan dan. Ja, ook, dat kan dan mooi. Want dan heb ik ook eens een keer wat vers van de pers, zeg maar. Iets wat hij nog niet weet. Wat hij ook nog niet weet. Dat hoop je? Nee, dat weet ik wel zeker. Oké. Okay. Ja. We gaan luisteren naar Une Belle Histoire. En dat is uitgevoerd in dit geval door de Royal Netherlands Army Band. Oh, de Johan Willem Frieso Kapel. Ja. Une belle histoire. Een mooie geschiedenis. Ja, of een goede, of een fijne, of iets inderdaad als dat. Iets in die geest. Ja. Wat minder mooi is, maar ook ondertussen wel geschiedenis is, om even een bruggetje compleet te maken, dat er uniformen gestolen zijn. En niet alleen uniformen, ook instrumenten van showband Corio. De Choreo Collective uit Heerlen. En dat wel in de nacht van 24 en 25 augustus 2015. Toen is er ingebroken in het clubgebouw van showband Corio in Hoensbroek. En hierbij zijn diverse voorwerpen ontvreemd, waaronder muziekinstrumenten en uniformen. Nou, dat is natuurlijk enorm vervelend, want ja, wat moet je nou zonder die voorwerpen waarmee je normaal gesproken ook te zien bent? Dus mocht u tips hebben, dan en ja, wilt u in eerste instantie weten ook wat er weggehaald is. Want niet alleen uniformen en instrumenten zijn weggehaald, maar ook een cirkelmaaier. Ja, die heb je wel hard nodig als muziekvereniging. Dat wou ik zeggen. Je zou maar struikelen over een graspolletje. Ja. Ja, maar goed, korpsmuziek.nl, daar vind je in ieder geval de lijst met gestolen goederen. En wellicht dat ze worden te koop aangeboden elders in het land, of wellicht via een marktplaats of een andere site. Je weet het niet. Houd ogen en oren open, en mocht je het horen waar het is, ja, geef het door aan Choreo Collective. Het zal geen 1 aprilgrap zijn, denk ik, of wel? Nou, dat is een beetje vroeg nog, hè? Voor nemen een 1 aprilgrap wel. Of laat. Of laat, ja, dat kan ook nog. Nee, ik denk dat het wel echt is, maar het is wel sneu natuurlijk. Het is heel vervelend. Want dat zijn geen goedkope dingen. Nee, en dus, wat moet je nou met 2 uniformen? Ja, dat wou ik zeggen, want ja, een uniform, dat ga je niet zo kopen, zo van, hé, laten we een uniform kopen. Nee. Doe je niet. Of ze moeten het aan dit hebben gerooieerd uit de vereniging die zo furieus is geweest en geworden dat hij dacht van, hé, ik pak ze eens even terug. Ik neem mijn eigen uniform en die van een ander mee. Maar nou, goed, misschien wel, ja. Korpsmuziek.nl, daar vind je de gegevens van de goederen die zijn gestolen en het telefoonnummer waar je het kan melden als je iets hoort of ziet. Heb jij nog een mooi muziekje klaarstaan? Ik heb wel wat klaarstaan, ja. Wil je dat horen? Ik heb een rustig nummertje klaargezet dit keer. Eentje van de cd Memorial Music. Nou ja, daar kun je weinig wilds op vinden, laten we het zo zeggen. Gezien de tijd wordt het niet een minuut stilte. Nee. Ja, die staat er ook op, een minuut stilte. Hoe verzin je het op een cd? Hè? Laten we gewoon een minuut stilte erop zetten. Die overigens niet eens een minuut is, hè? Hij is 1 minuut 3. Ja. Dus eigenlijk 3 seconden te lang. Maar dat goed, beter dan 59 seconden. Dat is altijd nog beter, ja. We gaan luisteren naar een fragment uit Soldaat van Oranje. Nu is dat natuurlijk nog steeds een supergoeie musical, hè? Ben je er al geweest een keer? Nee, maar vorige week zei je volgens mij dat je er nog een keer naartoe wilde. Ja. Dus bied je nou mij aan om mee te gaan? Nee, want ik zit er eigenlijk helemaal niet op te wachten. Ah, dat moet je echt een keer doen. Dat is echt een hele mooie musical. En sowieso ook voor de luisteraars. Als je daar nog over twijfelt om heen te gaan, dan moet je echt heen gaan. Deze muziek komt trouwens niet uit de musical. Want die was er toen nog niet, in 2000, toen de cd gemaakt is. Maar wel uit de film. We gaan luisteren naar Esther. inderdaad een heel rustig nummer, dat ja, Esther. Ja, maar wel een mooi rustig nummer. Ik vind dit echt een mooi nummer om naar te luisteren. Er zijn er trouwens meerdere, hè? Want ik heb hem al wel vaker gedraaid. Maar wat ik ook nog steeds een ontzettend mooi nummer vind, is The Pacific. Dat klopt, maar dat is niet diezelfde film. Ja, nee, maar ja, het is toch allemaal wel in het oorlogsgenre. Want Band of Brothers vind ik ook fantastische muziek. Hebben ze ook muziek van Allo Allo? Hallo, wat is dat dan? Ken je dat niet? Nee. Oh, dan heb jij echt wat gemist in je opvoeding. Nou, daar kunnen we het wel even over gaan hebben hoor. Over dingen die gemist zijn. Ik heb Soldaat van Oranje gemist. Nou, ja, dat wil ik nog niet gelijk beschouwen als een gemist in je opvoeding. Maar er zijn toch wel dingen die je toch echt... Oké, dat zit je denk ik verkeerd. Ik denk dat we straks weer een telefoontje krijgen dan dat iemand verhaal gaat halen met wat je daar nou weer mee bedoelt. Nee, dat hoeft niet hoor. Even kijken. Excelsior Renkum. Laten we daar in ieder geval wel even over hebben. Want zij versterken hun show-instructieteam. En dat doen zij, of tenminste in het jaar 2014 was Excelsior Renkum een opvallende nieuwkomer op de taptoevelden. Waren zij ook niet in kamp inderdaad? Ja, jij hebt ze toen gezien en jij was toen vol lof over ze. Dat weet ik nog. Zeker omdat het volgens mij, het was hun debuutseizoen en volgens mij ook echt de eerste keer dat ze op het veld stonden. En ik moet eerlijk zeggen, ik was hoogst en ook echt zeer positief verbaasd over, ik dacht van waarom is dit pas het debuut? Ja. Hadden ze al jaren eerder moeten doen eigenlijk. Ja, maar je moet ergens beginnen. Dat is ook zo. En de daaropvolgende winterperiode is er in ieder geval hard gewerkt om het showproduct van Renkum bij te schaven en te verbeteren. Met nieuwe muziek, verbeterde figuren en diverse nieuwe show-elementen is Excelsior Renkum in 2015 onder andere te zien geweest tijdens de Taptoes en Street Parades in Veenendaal, Dordrecht en het Franse Beauvais. En in de tweede helft van het optredenseizoen zal Excelsior Renkum haar show wederom bij diverse taptoes presenteren. Nou, op 7 november dan gaan ze deelnemen aan het concours te Schiedam. Om daar optimaal te kunnen presenteren en in de toekomst ook verder te kunnen ontwikkelen, heeft Excelsior Renkum geïnvesteerd in het instructieteam. En ik ben het wel mee eens, daar begint het toch ook... positieve en enthousiaste leden nodig, maar ook een goed instructieteam. De huidige instructie van Excelsior Renkum bestaat uit Ferdi van Manen, Gerdo Schaap, Inge van Manen en Niels van Maren. En het show-instructieteam wordt versterkt met 2 nieuwe show-instructeurs, te weten Gerdo Wassink en Anja Wassink-Bruggeman. Daar hebben ze 2 Gerdo's. Ja, dat zijn trouwens niet eens heel veel namen, of namen die je niet heel veel hoort. En dan in één keer 2 in de gelederen, ja. En dat wordt wel... En is je ook opgevallen, ze hebben een Ferdi van Manen en een Inge van Manen. Wellicht is dat familie. En een Gerdo Wassink en een Anja Wassink-Bruggeman. Dus misschien ook familie. En Gerdo die heeft in ieder geval een muzikaal cv opgebouwd en ervaring opgedaan bij diverse verenigingen zoals KTK. Ik dacht wel, waar komt die naam nou bekend voor? Ja, dat dacht ik al dat jij dat dacht. En jij ook? Nee. Oh, nee, want ik wist het meteen. Oh, Jubal Zwolle en Irene Ede. En Anja die is begonnen, tenminste heeft show-instructie gedaan, choreografie bij Jong Jubal en spelend dit bij Jong, tussen haakjes, Jubal Zwolle. Nou, Excelsior Renkum is in ieder geval uitermate trots en blij dat ze haar show-instructieteam met deze 2 toppers uit de muziekwereld gaat versterken en heeft versterkt. En zij wensen hun dan ook veel succes en een warm welkom toe natuurlijk bij Excelsior Renkum. Ja, en de muziek is afgelopen. Dus dat lijkt mij een mooi moment om naar muziek toe te gaan. En zullen we dan daarna René eens even weer storen? Ik ben benieuwd of hij weer eens op het strand ligt met 3 beeldschone dames naast zich. Dat is je bijgebleven, hè, dat beeld? Jazeker. Ja. Nou, eigenlijk alleen het beeld van die 3 dames. Dat dacht ik al. We gaan gewoon muziek draaien. Dat wordt de polka aus Meren uitgevoerd door DVS uit Katwijk. Polka aus Meren van DVS Katwijk, toch? Jazeker. Ja, dat kun je zo horen. Hè? En als het goed is, hebben wij aan de telefoon een zeer, zeer sportieve man. Onze René Ranzijn, want hij zat op de fiets. Heren, goedenavond gewenst. Goedenavond. Ik zit op dit moment bij bus 109 in een bushokje. Oh. Ik wacht eigenlijk op de bus. De fiets zat hier links zijwaarts, maar ik ga er even bij zitten. Ah, top. Maar dan wacht je dus niet op de bus. Want je wacht eigenlijk op dat je verder kunt fietsen. Nou, eigenlijk is het zo. Ik zal eerlijk zijn tegen de luisteraars. Ik heb gewoon gratis bij pa en ma gegeten. Ja. En ik ben op weg weer naar mijn eigen huis, want ja, de koffie die heeft een Nespresso-machine thuis, dat is wel iets lekkerder. Hey, zal ik eerlijk zeggen, dat is voor mij precies zo. Ik eet ook thuis en dan ga ik thuis aan de koffie aan een Nespresso. Ja, maar ik ga eerst even wat nieuwtjes vertellen. Ja, doe dat. Houd vooral kort, hè? Ik heb een paar nieuwtjes, wat wel heel erg aardig is. Ik heb van de week wat gechat met Richard Kamstra. Ja. Van Advendo uit Sneek. Richard is, als ik het even hoor, van de eerste van de maand is hij begonnen bij Fancore te werken. Ja. Hij is officieel daar in dienst getreden. Stond, dacht ik ook vandaag, stond het op Corso Ziek, stond er een stukje gemeld. En hij is trots aan zijn nieuwe baan begonnen. En ja, ik denk ook dat de link heel makkelijk is tussen Advendo en Fancore. Dus wij wensen hem natuurlijk, onze collega en goede vriend, wensen hem heel veel succes en plezier daar. Nou. Ander nieuwtje was dat in de komende 2 jaar Advendo natuurlijk ook weer een hele nieuwe show gaat produceren. Zowel voor de Marsparade komt er een heel nieuw programma als voor het DMC. Dat zal ook in het seizoen 2016-2017 gaan plaatsvinden. En dan zal ook Advendo weer met een heel nieuw programma gaan komen voor het DMC. En ze gaan weer beide disciplines gaan ze weer meedoen, zei Richard. Kijk, dus de Marsparade en de showwedstrijden. Ja. Dan we gaan dus eventjes meer naar het westen toe. Zoals jullie weten zijn onze goede vrienden KRG, die gaan dit weekend op reis, dat heb ik vorige week iets over gemeld, ietsjes verder op in het mooie dorp Sassenheim. Daar is Ars Musica en zij gaan meedoen dit weekend aan een van de grootste taptoes in Belfast. Kijk. Zij zullen daar dit weekend optreden. En ja, gezien de stijl van Korps, ik denk dat het echt passend is, hè, voor Ars Musica, ja, om daar op te treden. Mooi, je kan het niet om ons land te vertegenwoordigen. Nee. Nee. Ander dingetjes waar ik graag de luisteraars mee wil informeren is, we zijn in de septembermaand beland. Ik hoor vandaag eigenlijk dat, wat is het, de herfst voor de weermannen eigenlijk vandaag is begonnen. Laten we hopen dat het de komende maand nog mooi weer blijft. En vooral op 26 september, buiten alle taptoes die er zijn in Nederland, hè. Ja. Op 26 september ben je in het Parkstad Limburg Stadion in Kerkrade de Drumcore Europe Finals. Zie. Er zullen weer zo'n 25 fraaie korpsen aan meedoen, jong en ouder. Maar vooral wil ik benoemen 3 korpsen. Jubal, die dit jaar in DVI heeft meegedaan. Kids Groove, die ook in de States is geweest. Mm-hmm. Kids Groove uit Engeland. Zij hebben meegedaan aan de DCE-wedstrijden, dus voor seniors. En Company, een groep die de laatste 2 jaar ook kampioen is geworden. En zij zullen ook weer onder leiding, mede onder leiding ook van Philip Schuffler. Ja. Jongeman die de laatste 2 jaar, de laatste 3 jaar bij Beatrix zijn scepter heeft gezwaaid. 4 jaar lang heeft hij cadets gelopen in de States. En hij is op dit moment, afgelopen weekend was hij ook weer in Engeland om een bijdrage te geven aan het instructieteam. Zie. Wat heb ik nog meer te melden? Niets meer, mannen. Dit was het even voor vandaag. Nou, ik heb nog wel wat. Dat wist jij ook nog niet, denk ik. Maar wij hebben een... nou, hoeveel is het nu geleden, Matthias? Een half jaar geleden, denk ik. Behoorlijk. Hebben wij een jonge man in de studio gehad. En hij heeft toen zijn project gepresenteerd met het afstudeerproject wat hij had gemaakt. Op basis van de vormen die korpsen lopen, had hij een lettertype ontworpen. Hij heeft toen ook op korpsmuziek een stukje gestaan, Ruben Stellingwerf. En ik kreeg van de week een berichtje van hem dat hij de Taptoe Ahoy, aankomend Taptoe Ahoy, mag hij daar exposeren met zijn hele digitale vloer en alles wat erbij hoort. Dus daar is hij te zien voor mensen die daarna geïnteresseerd zijn. En dat is dan, is dat iets digitaals? Want ik heb het niet gehoord of gezien. Is dat iets? Nou, het is inderdaad iets, ja, hij heeft een lettertype ontworpen, zeg maar. Dus in die zin is het digitaal, maar hij heeft natuurlijk wel mooie platen uitgeprint, hoe het eruit ziet. Ja. En hij heeft dus een hele vloer, hoe noem je zo'n ding, Matt? Weet jij dat? Met die televisieschermen. En dan zie je, zeg maar, hoe die letters dan ook ontstaan. Aan de hand van patronen die korpsen lopen op bijvoorbeeld een WMC. Het is sowieso... Zeker wel voor choreografen en ook voor mensen die beeldend de hobby hebben, hè? Nou, we hebben het er toen over gehad in de uitzending ook. Van, goh, zou je zoiets niet verder kunnen ontwikkelen? Dat je, zeg maar, een programma schrijft waarmee je echt, nou ja, ook een marsparcours kunt uitzetten. Want dat is eigenlijk wat er gebeurde daar. Ja. Ja, dat zou fantastisch zijn. Dat is eigenlijk datgene waar ik zelf en ook mijn collega's... Hè, er zijn 2 softwarepakketten in de markt. PyWare, dus degene die dat is het softwarepakket wat al 35 jaar in de markt is. Je hebt marktleider en je hebt een softwarepakket Vision en Vision. En die schrijven de choreografieën. Waarbij zelfs ook in PyWare, daar kun je ook marsparade inschrijven. Want ook alle traditionele tools of alle traditionele bewegingen zijn in de software ook te vinden. Kijk. En als we het nog even over een nieuwtje hebben. Je was er ook van op de hoogte dat Stichting Taptoe Oldenbroek op 20 november een met de Luchtmachtkapel een concert organiseert hier in Wezep? Nee. Nou. Matthias, kan jij niet volgende keer de snuisterijtjes vertellen aan ons? Ja, maar goed, dit is allemaal publiek op Twitter. Wellicht toch een tip. Ga ook op Twitter en volg Harry Hollander dan zie je deze dingen voorbij komen. Maar, dat is wel mooi, hè? Ja. Dan zien we jou in ieder geval waarschijnlijk ook op 20 november wel in Wezep. Ik ga ervan uit dat je bij de Luchtmachtkapel aanwezig bent. Nou, en nu je dit zegt, Matthias, er is nog een hele mooie taptoe gaande. Dat is aanstaande vrijdagavond de Gouda. Oh, vertel. Mede georganiseerd. Dat is daadwerkelijk een militaire taptoe terug in Gouda. Ja. Georganiseerd door oud-toneelmeester van KG Simon Dubbelaar. Zie. Nou, en als het goed is ga ik daar vrijdagavond ook heen om bij een zo'n mooie militaire taptoe om daar eens te luisteren, te kijken. Dus luisteraars, vrijdagavond te Gouda, zie je op de website. Vrijdag of zaterdag? Vrijdagavond. Vrijdagavond, prima. Nou, voilà. Maken we ook nog even melding van. René, dankjewel weer voor al deze informatie. Dit was het voor deze keer. Matthias, Adrie, bedankt. En luisteraars, prettige avond. En hetzelfde. Wij gaan luisteren naar een van de korpsen die René noemde, die naar... Ierland gaan. We gaan luisteren naar Addis Musica met Excalibur. Excalibur dus van Ades Musica uit Sassenheim. Aankomend weekend dus vertrekken zij richting Ierland om daar een mooie show te gaan lopen. Belfast inderdaad, ja. Wat klink jij ver weg, joh? Ja, oh, wacht. Zo beter. Dat is ja, dat is beter. Een beetje zacht. Ja. Ik wil zeggen, tijd voor de track van de week. Track van de week. Ja, want het is weer 7:10. We zijn 1 minuutje te laat, maar goed. René heeft zich goed aan de tijd gehouden, waardoor wij ook weer op tijd dit onderdeel van het programma in gang kunnen gaan zetten. De eerste keer na de vakantie en volgens mij is het ook wel overduidelijk wie er gewonnen heeft. Ook nog een keer op F5 duwen? Anders duw jij nog een keer op F5. Nou, is toch een stem bijgekomen. En, maar wel voor de winnaar. Het percentage is daardoor ook niet wezenlijk veranderd. Het was ook net 85 om 15%. En in stemmen betekent dat 34 om 6. Zullen we anders gewoon de winnaar laten horen? Lijkt me een goed plan. En dan konden we gaan daarna wel af. Ja. De winnaar van deze week, van de track van de week, en die hoort u nu. Ja, dat was volgens mij niet moeilijk te raden wie dit waren. Nou, ja, weet je, was in ieder geval geen Eve of the War. Dus nee, dan kan het al bijna niet missen dan dat dit Amigo Leiden moest zijn. Die hebben dus terecht ook deze week de track van de week gewonnen. Ja, en waar moeten ze volgende week tegen? Heb je het al online gezet, of niet? Nee, jij zou het online zetten. Ik heb het nog niet getwitterd. Ja, maar ik bedoel getwitterd. Nee, ook niet. Nee, heb jij de cd klaarstaan? Ik heb hem klaarstaan. Nou, zal ik hem even draaien? Een stuk? Ik had hem vorige week niet bij me. Want ik had hem eigenlijk vorige week al er tegenover willen zetten. Klinkt als hetzelfde liedje. Klinkt als hetzelfde liedje. Het is hetzelfde liedje. Pirates of the Caribbean. Alleen deze uitvoering is dan van Soli Brass. Dus daar kan op gestemd worden. Tenminste, ik had hem klaargezet. Ik zal hem gelijk even online zetten. Dat is ook wel handig, hè? Ik heb het in ieder geval al wel getweet. Dus er kan op gestemd worden. Als het goed is nu wel, ja. Ik zal even checken of hij er echt op staat. Ja hoor, hij staat er echt op. Dus, hartstikke mooi. Nou, dat is helemaal fantastisch. Dus dat kan gebeuren. Ik heb nog een nieuwsberichtje voordat we verder gaan. Ja, daar hebben we het vorige week over gehad. Ja, we hebben het daarover gehad. De Taptoe in Duiven, middelkoop Taptoe. En ja, dat is dus afgelopen weekend geweest. Het was al de 35e editie notabene van deze fantastische Taptoe. Waar shows van de Liemers Harmonie uit Duiven, Arnhems Trompetkorps, Jong KNG uit Leiden, Pasveerkorps, Leeuwarden en de Rijnmond Band Schiedam. En natuurlijk de slagwerkgroep van de Liemers Harmonie Duiven te zien waren. En ja, al met al kunnen we terugkijken op een zeer geslaagde avond. Van tevoren waren we erg enthousiast over het Pasveerkorps Leeuwarden en de Rijnmond Band Schiedam. En zij maakten dan ook alle verwachtingen meer dan waar. Al dus de voorzitter Wim Kersten van de Taptoe. En ja, de filmpjes en alles die gaan denk ik nog wel op YouTube verschijnen. Of die staan er inmiddels al voor een deel op. Dan daar gaat vast meer van te zien zijn. En voor informatie over deze Taptoe nog, of eventueel de volgende Taptoe van volgend jaar, komend jaar, dan kun je terecht op www.taptoeduiven.nl. Ja, en dan zijn we alweer bijna toe aan een van onze laatste muziekjes in dit uur. Want zo'n uur gaat toch altijd redelijk snel als je hier eenmaal aan het presenteren bent. En je hebt af en toe wat nieuwsberichten en natuurlijk ook alle updates van René die tussendoor komen. We gaan luisteren naar brassband De Wâldsang met het nummer Fame. Fame was dat, uitgevoerd door brassband De Wâldsang. Ja. En ik heb nog een nieuwsberichtje voor je. Want vrijdagavond 4 september aanstaande geeft het regimentsfanfare van de Gardegenadiers en Jagers een jubileumconcert in de Stadhuishal in Arnhem. De gastartiesten daar zal Abke Bruins zijn uit de musical Anne Frank. Het is het een musical? Ik dacht dat het een theaterstuk was. Of is dat hetzelfde? Laten we ervan uitgaan dat de overheid weet dat het een musical is. Ja, dat denk ik ook. Wellicht is dit een aanleiding om dieper in te zoomen op de regimentsfanfare van de Gardegenadiers en Jagers. Want hoe gaat het met deze fanfare? Welke plek heeft dit orkest binnen de militaire muziek nog? En wat heeft dit orkest te bieden aan gevorderde amateurs en conservatoriumstudenten? Het concert is wel uitverkocht, maar er zijn nog enkele persplaatsen. Nou ja, hebben de luisteraars hebben daar niks aan. In ieder geval, dat is wel jammer trouwens. Want de mannen en vrouwen muzikanten zijn super alert op hun muzikale kwaliteiten. Omdat zij met zeer klein gezelschap zitten. 22 namelijk maar. 22 formatieplaatsen. En elk instrument is dus even belangrijk. En zo kun je bijna alles zien en horen in dit kleine gezelschap. Wat dus nou ja, prikkelend... De muzikaliteit laten beleven. Aankomende, wat zei ik nou? Vrijdag 4 september. Vrijdag 4 september, ja, inderdaad. En als we dan even... 10 jaar bestaan ze, daarom was het, had ik nog niet gezegd. Kijk, nou dan gaan we meteen verder naar 5 september en 35 jaar. Want 5 september, dan wordt in Genemuiden de Taptoe georganiseerd... in verband met het 35-jarig bestaan van de Oranje Vereniging. En er komt dus een taptoe op Sportpark De Wetering, waar dus normaal gesproken de sportclub uit Genemuiden speelt. En aan deze taptoe zullen 5 korpsen deelnemen, wel te verstaan EVC uit Enschede, KTK uit Kampen, zowel jong als oud, Oranje uit IJsselmuiden en Noorderveld uit Roden. En er zullen 6 shows worden verzorgd die avond. De taptoe die begint om 8 uur en is voor leden met een geldige lidmaatschapskaart gratis. En voor niet-leden tot 16 jaar €2,50. En ben je ouder dan 16 jaar, dan betaal je €7,50 voor deze taptoe. Nou, graag worden de inwoners uit Genemuiden in ieder geval verzocht om lopend of per fiets te komen in verband met het parkeren. Maar hoe dan ook, het belooft een geweldige avond te worden welke u niet wilt missen. Dus aanstaande zaterdag 5 september op Sportpark De Wetering in Genemuiden. En als we het dan hebben over taptoe... Genemuiden met Noorderveld uit Rode. Dan hebben we het ook nog even kort over de voorbereidingen van de jubileumtaptoe die Noorderveld Rode organiseert in verband met het 90-jarig bestaan. De vereniging is namelijk opgericht in 1925 en ze bloeien als nooit tevoren. Nou, en er wordt een grootste jubileumtaptoe op 17 oktober 2015 in Rode georganiseerd. En er zijn maar liefst 9 gerenommeerde muziekkorpsen uit de regio die deel zullen gaan nemen aan deze taptoe. Waaronder DOS uit Ulrum, WSC-kampioen First Division en FPC uit Dokkum. En daarna ook nog showband Marum. En dan nog een groot aantal korpsen uitgenodigd, zoals Mercurius uit Assen, Excelsior Groningen, Dindua uit Oldenkerk, Concordia Zevenhuizen, Euphonia uit Wommels en uiteraard ook de eigen showband Noorderveld Rode. Nou, een programma van formaat en de taptoe zal worden gepresenteerd door Gritina Bauma, een naam die ik ook al eerder gehoord heb. Dat kan ook, want ze heeft al veel meer taptoes gedaan. Het belooft in ieder geval een spectaculaire avond te worden, maar dat is pas op 17 oktober. Dus eerst 4 september in Geldermund. Oh nee, je bedoelt in Arnhem? Juist, ja? En dan op 5 september Geldermund inderdaad. Genemuiden, Sportpark De Wetering. Ja, en dan de track van de week nog even, want op de achtergrond loopt er weer het laatste nummer. Ja, track van de week staat online inmiddels. Pirates of the Caribbean, of de uitvoering van Amigo uit Leiden, of de uitvoering van Soli Brass. Wil je nou nog een keer terugluisteren, hoe ze ook weer luisteren, dan kun je de herhaling, als het goed is, vanavond al, denk ik, terugluisteren. Die staat altijd online volgens mij ook via onze website onder het kopje archief. En hij wordt ook in ieder geval op locofm.nl gezet. Daar staan ook de herhalingen op. Wij zijn er volgende week weer, 8 september, op Loco FM met een nieuwe uitzending van Ballistic Brass. Mocht je nog nieuwsberichten hebben, stuur ze ons ook gerust toe. Dan kunnen we ze ook noemen. En voor nu een fijne avond en tot volgende week. Ja, tot volgende week. Hoi hoi.